Wat is dyslexie en wat is eraan te doen? Dyslexie is een leerprobleem waarbij een kind moeite heeft met het lezen en spellen van woorden. Dit komt doordat de hersenen van iemand met dyslexie op een andere manier informatie verwerken dan bij iemand zonder dyslexie. Dit kan leiden tot problemen met het onthouden en herkennen van letters en klanken en het lezen en spellen van woorden. Dyslexie kan verschillende ernstgraden hebben en kan bij sommige mensen beperkter zijn dan bij anderen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat mensen met dyslexie net zo intelligent en vaardig zijn als ieder ander en dat ze met de juiste ondersteuning en begeleiding in staat zijn om succesvol te zijn op school en in het leven. Daarnaast kan dyslexie leiden tot problemen bij het begrijpen van teksten en het maken van aan taal gerelateerde taken. Dyslexie kan op elke leeftijd voorkomen, maar wordt meestal opgemerkt tijdens de schoolleeftijd. Het kan ernstig genoeg zijn om professionele hulp te vereisen, zoals extra ondersteuning tijdens het leren en speciale leermethodes. In het geval van dyslexie stelt de orthopedagoog door onderzoek de diagnose dyslexie en kan hij ook de behandeling daarvan uitvoeren. Daarnaast richt hij zich op het ondersteunen van het kind bij het omgaan met de emotionele en sociale gevolgen van dyslexie. Een logopedist met specialisatie dyslexie doet er geen onderzoek naar, maar kan kinderen met dyslexie wel behandelen. Er zijn verschillende behandelmethoden voor dyslexie, afhankelijk van de ernst en specifieke behoeften van de persoon. Enkele voorbeelden zijn: het begeleiden en ondersteunen van een orthopedagoog of dyslexiespecialist om het kind te helpen bij het leren lezen en spellen. Gebruik te maken van speciale leermethoden, zoals de FNL-methode, die zich richten op het verbeteren van het fonologisch bewustzijn en het lezen. Het gebruiken van computerprogramma's en technologieën, zoals spraakherkenning en tekstverwerkingssoftware, om de leerlast te verminderen en teksten gemakkelijker te lezen en te schrijven. Het inzetten van visuele hulpmiddelen, zoals lettersymbolen of speciale leesboeken met grote letters en hoge contrasten. Samen met de leerkrachten en de ouders de leeromgeving te optimaliseren en aan te passen, bijvoorbeeld door het gebruik van grote letters, rustige kleuren en visuele hulpmiddelen. Dyslexie kan vervelend zijn, maar wij kunnen helpen. Neem contact met ons op voor een onderzoek of behandeling.